Business AM. Think forward. Business AM. The Insiders. Goedemiddag en welkom bij de Insiders. Linda de Win is deze week op verlof. Dat gunnen we haar uiteraard. Dus ik ben vanmiddag uw host, Wouter Verschelde. En we hebben twee fantastische gasten bij ons. Steven Verbrugge, de oprichter en managing director van het digitaal bureau Add Some Noise. Steven, welkom. Dank u. Heb jij ooit voor een politieke partij gewerkt met jouw bureau? Ja, bij de vorige verkiezingen hebben we een online campagne voor VLD gedaan. Ah, oké. Okay. Open VLD. En succesvol of niet? Wel redelijk. Er waren veel individuele kandidaten die we ondersteunen en de ene deed het beter dan de ander. Natuurlijk. Ja, maar en wil je uit de biecht klappen wie de beste was? Of, dat ga ik voor ons aan. Oké. Okay. Marc Fauconnier, een vertrouweling van het huis hier ondertussen. Oprichter van verschillende kantoren, onder andere Famous. En vandaag een communicatieadviseur, zoals dat heet. Welkom, Marc. Welkom terug bij de show. Blij dat we er zijn. Ja, drukke week geweest. En uiteraard dan een derde bij ons aan tafel, Casper Goossens, onze rookie of the year op de politieke redactie. Welkom, Casper. Dank je wel. Jij zal moeten invallen en aangeven, maar dat gaan we straks doen. Eerst de momenten van de week voor ons panel. Mark, misschien bij jou beginnen. Wat was jouw moment van de week? Ja, een paar dagen geleden was er een artikel in de Morgen over de uitgaven van politieke partijen, met name vooral in sociale media. Daarin stond onder andere dat een anti-NVA-campagne ooit met roebels is betaald geweest, wat uiteraard raar is. Ja, maar, straf, hè? Ja, maar dat is nu ontzenuwd, blijkbaar. Want, het was geen geheim van de... De arbiter of tweets heeft uitgezocht dat het eigenlijk niks te maken had met Kremlin-propaganda, okay, of zoiets. We zijn gerustgesteld. Ja, maar wat mij vooral opviel, persoonlijk opviel, in dat artikel was de top 5 van de duurst betaalde advertenties de afgelopen jaren in de sociale media. Dat heeft natuurlijk te maken met het aantal keer dat aangeklikt wordt. Hè. En dus een artikel dat vaak wordt aangeklikt, betaal je nu eenmaal meer dan eentje dat nauwelijks gezien is geweest. En het artikel dat daar met, of de advertentie dat daar met kop en schouders bovenuit stak, was er eentje van de NVA met een labrador die met droevige ogen recht in de camera kijkt. En de NVA en zelfs Bart De Wever in persoon, denk ik, die oproept voor meer dierenrechten, zonder daar ook iets specifieks, ja, over te zeggen. Dat is een beetje symptomatisch eigenlijk voor het, voor misschien politieke communicatie, maar meer het reclamevak in het algemeen eigenlijk, waar dat we op zoek naar kliks eigenlijk vooral gaan op een opportunistische manier nadenken over waar zijn mensen op de sociale media zoal mee bezig. En honden en katten en zo, ja, zijn uiteraard zeggen, zeer geliefd. Het verbaast mij niet helemaal, want ik weet nog in de tijd als wij met Newsmonkey op zoek waren naar wat kan er viraal gaan online, dat huisdieren daar echt met stip op één stond. Ja, baby's, huisdieren, dat soort van dingen. En die huisdieren doen het goed, maar bon, je vraagt je dan natuurlijk wel af waar het vak, waar politieke communicatie naartoe gaat, als je op dat niveau eigenlijk wanhopig op zoek gaat naar kliks met dingen die toevallig heel populair zijn op sociale media. Ja. En die eigenlijk zo ver van het politieke bedrijf afstaan dat, ja, dat in tijden van oorlog, inflatie, dat je je afvraagt wat heeft dit eigenlijk met politiek te maken? Mag ik eens een stoute vraag stellen daarover? Naar mijn gevoel is het onderwerp van dierenrechten ook iets dat eigenlijk vrij recent is opgekomen, dat veel meer aandacht gekregen heeft. Bijvoorbeeld Ben Weitz profileert zich daar eigenlijk nu op. Heeft dat te maken niet ook met de opkomst van social media op zich, omdat dat een thema is dat daar veel meer gedragen wordt, of ga ik nu te ver? Ja, ik denk dat het helemaal te maken heeft met sociale media en de kliks die worden gegenereerd dankzij die honden- en kattenkopjes. Ja, sowieso. Het is zeer likable, zeer klikkable. Maar zoals we ook al zeggen, met likes en kliks kan je ook geen boterhammen kopen. Mm-hmm. Maar ik denk wat er sowieso wel meespeelt op social media, is een stuk je verschillende publiek, dat je dat heel veel gemakkelijker kunt gaan segmenteren. En op het moment dat je daar de dierenliefhebbers kunt gaan bereiken. Kan targeten, echt. Ja, ja, echt gaan targeten en ook veel meer effecten op gaan bereiken, dan werkt dat natuurlijk. Hè. En dan is dat op die manier natuurlijk niet stom gezien. Oké. Okay. Steven, jouw moment van de week? Wel, er waren er een paar waar ik tussen aan het twijfelen was. Hè. We zijn een nieuwe bankencrisis naartoe aan het gaan. Hè. Credit Suisse ook weer dit weekend.
Maar ik heb uiteindelijk toch gekozen voor de website van de Kamer. Hè. De Kamer heeft een nieuwe website nodig. 7 jaar geleden is die opdracht gegeven. Er was een budget voor begroot van 160.000 euro. 7 jaar later zitten we ondertussen aan een teller van 700.000 euro. En hij is er nog niet. Ongelooflijk. En de VZW Smals, hè, die dat zou moeten maken, die heeft eigenlijk nu de handen omhoog gegooid en gezegd, wij kunnen het niet, we hebben hulp nodig. Die VZW, klinkt mij bekend in de oren, maar dat is eigenlijk een van de overheids- of semi-overheidsorganisaties, of Kasper? Ja, de VZW Smals is het bedrijf van Frank Robben, dat is de baas. Ja, de VZW, vermoed ik, geen bedrijf dan. Nee, de VZW, ja. Hij heeft daar eigenlijk de leiding. En tegelijkertijd, dat is de VZW die ook de Corona Alert app heeft ontwikkeld. En tegelijkertijd zat Frank Robben mee in de GBA, in de Gegevensbeschermingsautoriteit, als een van de adviseurs daar, of een van de mannen die mee beslisten of zo'n app wel gegevensproof is, zeg maar. Dus het was een heel dubbele situatie, dat hij eigenlijk 2 patches op had. Maar en Frank Robben is zo'n soort topambtenaar die eigenlijk alle IT onder hem verzamelt. Nee? Of? Het idee van de VZW zou eigenlijk zijn om een aantal diensten te gaan bundelen en te kunnen aanbieden aan federale diensten, veronderstel ik dan, om net een voordeel te hebben, onafhankelijkheid te hebben enzovoort. Maar wat zien we? Dat toch altijd blijkbaar niet zo goed van de grond komt. En wat mij eigenlijk opvalt, of wat ik wel frappant vind, als ik de websites en de tools en de applicaties van Vlaanderen zie, die werken eigenlijk wel supergoed. Hoe dat met de Waalsen is, dat kan ik niet zeggen, die ken ik eigenlijk niet. Maar federaal hing daar echt wel achter, wat mij betreft. Als je gaat kijken gewoon naar de website van het Staatsblad, als je daar een keer iets gaat opzoeken. Ja, dat is ongelooflijk. En dat is ook zeer, zeer gemakkelijk op te lossen. Hè. Maar toch, dat gaat blijkbaar niet. En dan heb ik zoiets van... Jan Bon zal blij zijn. Wat we zelf doen, doen we beter dan voor 1 keer online. Of, ja, of misschien moeten we toch eens nota's vergelijken of een keer gaan kijken van hoe komt dat het daar wel werkt en daar niet. En wat is een betere manier om het te doen? Maar ja, 700.000 euro, 7 jaar en nergens staan, dat is natuurlijk jammer. En met het... In het licht van het volgende onderwerp is dat toch ook wel iets om even bij stil te staan. Ja, we gaan het straks hebben over begrotingen, maar inderdaad. Dat hadden we eigenlijk nog niet aangekondigd. Maar goed, je hebt het nu gedaan. Kasper, wat is jouw moment van de week? Ja, ik vond het idee van Steven vond ik ook wel een heel goeie met het geld dat naar de Kamerwebsite moet gaan. Maar ik heb uiteindelijk toch voor die bankencrisis gekozen, omdat... Credit Suisse is een van de grootste banken van Europa bijna. Het is een bank waarvan de impact groter wordt geschat dan die van de Lehman Brothers in 2008. De bank die toen over kop ging, waardoor er een volledige financiële crisis wereldwijd bijna ontstond. Dus het was toch wel even deze week spannend als je dan merkt elke dag opnieuw van oké, die waarde van dat aandeel blijft zakken en blijft zakken. Ze komen echt in financiële problemen. Dan gaat die UBS-bank bijvoorbeeld dat dan wel overnemen, of toch niet, of toch wel. Dus ik vond het een heel lastige week om eigenlijk in te schatten hoe zit de situatie juist in elkaar. En je merkt dan dit weekend dat het dan eigenlijk opgelost is, maar vanochtend openden de beurzen en donderden de aandelen van beide banken naar beneden. Dus dat was ook geen goed teken, dus ik vrees dat we er nog niet vanaf zijn. Nee, het is wel geen leuk vooruitzicht, denk ik dan. Want we komen van een coronagolf, daarna dan inflatie en oorlog. Als we nu richting een bankencrisis gaan, dan ziet het er allemaal niet zo fraai uit, vrees ik. Ja, ik heb wel het gevoel dat de teugels iets strakker in handen zijn. Zo. Dat we niet meteen naar een meltdown afstevenen zoals dat in 2008 bijna het geval was. Dus ik heb het gevoel dat de autoriteiten toch wel de situatie wat onder controle hebben. Zowel in Amerika als in Europa. Dus, maar bon. Het meest ongelooflijke aan heel dat verhaal is eigenlijk dat de hoofdaandeelhouder, als ik het goed begrepen heb, was de Saoedische staat. Ja. En het zijn zij die eigenlijk het vuur gestart hebben door gezegd hebben, wij investeren niks meer. Waardoor je toch enorme waardecreatie of waardevernietiging hebt eigenlijk. Ja, als zo'n aandeelhouder zijn handen aftrekt van een bank, zeker een Saudi-Arabische aandeelhouder, dan denk je van oei, nu gaat het echt wel fout. Qua goede communicatie. Nee. Goed, mijn moment van de week. Ik kies normaal altijd een vooruitblik. Ik had hier opgeschreven deze week de vrederechter moet beslissen over de ontruiming van de federale gebouwen waar asielzoekers zitten. Maar eigenlijk wou ik nog eentje kiezen. We hebben nog een klein beetje tijd van vanmorgen. CD&V die een nieuw voorstel lanceert om eigenlijk supermarkten te verbieden om de promoties te gaan aanbieden van 1 plus 1. Dat is de Kamerlid Leen Dierk die dat heeft voorgesteld. Grappig aan het voorstel is dat ze... grappig, tussen aanhalingstekens, 1 plus 1 zou dan verboden worden. 2 plus 1 mag dan wel nog.
En de hele onderliggende redenering, we gaan er straks nog later in de show meer over praten, over, is eigenlijk om de boeren te helpen, zeggen ze. Want ja, dat geeft een soort prijzendruk. Goed idee of niet, panel? Ja, weet je, het klinkt verschrikkelijk betuttelend natuurlijk naar de vrije markt, die ook de retail is tot nader orde. Dus wat dat betreft ja, vind ik het van een soort van ja, detail... ingreep die mij wat stoort, maar het zal ongetwijfeld kaderen in een bredere aanpak ter bescherming van de boeren. Maar weet je, ik heb al het gevoel, als je een 1+1 krijgt, dat ze vooral hun stok willen opruimen. Dat wat er beschikbaar is, niks de winkel uit is, dat ze niks moeten weggooien, bij wijze van spreken. Dus en om nu zo... Allee, ik vind dat een beleid of een partij zijn doelgroep, en ik neem aan dat de boeren dat zijn voor de CD&V, wel mag beschermen, maar dat je moet afdalen tot dat niveau van detail, vind ik eigenlijk een beetje kinderachtig op een of andere manier. En ik voel mij een beetje betutteld. Dat was nogthans zijn slogan, stop de betutteling. Lanceer, Steven. Ik heb dit weekend 2 flessen cava gekocht, 1+1 graad. Oei. Ik weet nu niet hoe de boeren daar mee in hun nadeel zijn. Dat zijn Spaanse dat boeren. Dat dacht ik ook. Oké, goed, wacht, we moeten nog even... maar je zegt dus, Steven, van ik geloof er ook niet in. Wel... Het is een manier om iets te vermarkten. Hè. Wat we natuurlijk in onze sector continu doen. Als dit niet mag, dan zal er wel iets nieuws verzonnen worden. En worden we daar beter van? Ik heb mijn twijfels erbij. Oké, goed. We praten verder over na de pauze. Business AM, The Insiders. Welkom terug bij The Insiders. We gaan het hebben over een stevig onderwerp, maar het is ook het onderwerp natuurlijk van de federale regering deze 2 laatste weken van maart. Dat is begrotingscontrole, de financiële cijfers op orde zetten. Het is een heel technisch dossier, een dossier, daar moeten we het misschien straks wat over hebben met onze 2 experten, dat eigenlijk heel moeilijk uit te leggen en om te begrijpen is, zelfs voor de bevolking. Casper, praat ons eens even bij. Wat ligt er op tafel voor Vivaldi? Er kwam eerst een rapport van het monitoringscomité, die eigenlijk een beetje een overzicht gaven over de begroting. Hoe staat die er nu voor en hoe gaat die ervoor staan? Op het eerste zicht was die zeer goed. Het was beter dan verwacht. Want dat 6 miljard beter. Minder tekort dan verwacht. Maar als je dan een beetje dieper gaat graven in dat dossier, in dat rapport, komt er toch wel naar boven dat het toch helemaal niet zo prachtig is als het allemaal werd voorgesteld in eerste instantie. Ja, eigenlijk zeggen ze, als de regering op deze manier blijft voortdoen, als ze dit beleid blijven aanhouden, dan komt er wel een probleem. Dan gaat het tekort wel echt verder oplopen, loopt de staatsschuld ook verder op. Dus er is wel nog heel veel dat moet gaan uiteindelijk opgelost worden. Ze zeggen eigenlijk, we moeten dringend een nieuw beleid hebben, een ander beleid. Maar de bevoegde staatssecretaris, Alexia Bertrand, die staatssecretaris voor begroting, heeft eigenlijk zelf al laten weten, ja, we gaan niet echt een ander beleid gaan voeren. Ze had dit weekend een interview, ik dacht in de tijd, waarin ze, wat de kop was, we zouden blij moeten zijn met een premier als Alexander de Croo. Ik vond hem wel een stevig statement. Het is een partijgenoot tegenwoordig. Hè? Dus, als enige opportunisme gespeend. Dat klopt, maar ik denk niet dat elke open VLD'er dat zelf zou zeggen over Alexander de Croo. Dus ik vond het wel... Ik vond het van een soort loyaliteit. Ja, ik vond het mooi op zich. Dat staat ook nog een beetje in het krijt, waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Sorry, Casper, ik onderbrak je. Er zijn nog dingen die we moeten weten over de cijfers zelf. In de tijd ook, dus waar dat interview met Bertrand was, een paar dagen daarvoor stond daar een groot opiniestuk in van 50 experten, 50 economen, die eigenlijk zelf ook aangaven van ja, dit beleid, dat het is gewoon niet houdbaar op langere termijn. We moeten dringend echt ons tekort gaan terugschroeven, andere manieren vinden om geld binnen te halen, want dit gaat gewoon niet. Dan heb je daarnaast ook nog die ratingverlaging van Fitch. Dat is een bureau dat dan ratings geeft aan verschillende landen eigenlijk, om een soort score geeft om te laten weten van kijk, jullie begroting staat er goed voor, jullie beleid werkt goed. Eigenlijk een kredietwaardigheid. Het gaat over hoe achten zij de kans in dat een schuldenaar ooit kan terugbetalen. Mm-hmm. En daar dreigen we ook weer in te verlagen. Het is nog niet echt een verlaging, denk ik. Nee, ze hebben gewoon niet het vooruitzicht negatief gezet. Ja. Ja. Maar dat kan wel grote gevolgen hebben, want één keer, nu staan we nog op stabiel, op AA-min. Eén keer als we dan zakken naar negatief, dat zorgt er wel voor dat leningen verkrijgen veel moeilijker wordt en ook dat de rente verder nog gaat stijgen. Dus dat is wel een gevaarlijke situatie om vooruit te kijken voor de regering. Het Griekenland-syndroom of zoiets. Ja, dat hebben ze letterlijk gezegd bij het monitoringscomité. Okay. Die voorzitter is naar de Kamer gekomen van het monitoringscomité, heeft gezegd, we zitten in scenario's die kunnen leiden tot een toestand van zoals Griekenland.
Maar ik vraag me dan vooral af, en dan leg ik de bal even bij jullie, verstaan de gemiddelde kiezer of Vlaming, zijn die mee in zo'n begrotingsverhaal? En kunnen die daar ooit in mee zijn? Nee, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk of dat het nu een Vlaming of een Waal is of een Brusselaar, dat een verhaal is dat recht over de hoofden van de mensen heen zoeft. Mm-hmm. Maar, met een grote maar, er zijn wel wat signalen die mensen ongerust maken. Zonder het dossier zelf te kennen, horen ze dan uiteraard wel ergens in het nieuws passeren over die ratingverlaging. Horen ze wel eens iets vliegen over die economen die zich ongerust maken over de begroting. Horen ze uiteraard wat politieke uitspraken van verschillende protagonisten en zo. En dan beginnen ze zich wel zorgen te maken. Niet omdat ze het dossier kennen, maar omdat die secundaire signalen er zijn. En die zijn veel belangrijker dan het dossier zelf, denk ik, die secundaire signalen. Want ja, elke Belg, en net iets meer de Vlaming, denk ik, dan de Waal, voelt zichzelf een beetje de kleine boekhouder van zijn eigen begroting. Tuurlijk. En ja, de meeste mensen moeten natuurlijk ook wel zorgen dat de rekening klopt. En als de staat zijn rekening niet doet kloppen, dan worden de mensen wel ongerust. Dus dat is zo'n soort van ongenoegen dat zich wel een klein beetje installeert in de collectieve geest. Uh-huh. En voor een partij als Open VLD is dat natuurlijk heel ambetant. Want liberalen worden geacht goede boekhouders te zijn en hun begroting op orde te hebben en zo. Ja, natuurlijk, dat is een hele moeilijke situatie. Ze weten vandaar ook... Daar het probleem van Alexander Kroon, ja, eigenlijk met Eva de Bleker. Mm. Het ging niet te gronden over die discussie, het ging over de associatie met die begroting. Maar wat nog belangrijker is, denk ik, dat de Open VLD nu ook wel beseft, een jaar voor de verkiezing, dat de PS geen millimeter meer gaat wijken. En dat ze misschien wat cosmetische opsmuk kunnen doen, maar dat er niks fundamenteel, ondanks alle oproepen van economen en zo, dat er niks fundamenteel meer gaat veranderen. Dus ik neem aan dat ze wat symbolen gaan zoeken om te zeggen van kijk eens, we hebben toch een klein beetje ons huiswerk gemaakt, maar uiteindelijk verwacht ik niet dat er iets fundamenteels gaat veranderen. Nu, de vraag is, begrijpen dat mensen dat? Ja, ze doen er ook alles aan om de mensen niet te laten begrijpen, heb ik de indruk. Hè. Vind je dat, ja? Maar het gaat dan over 6%, 4,8% en we hebben hier nog zoveel miljard gevonden. Of wat gaat het uiteindelijk? Het gaat erover van, ja, we geven meer uit dan dat we binnenkrijgen, punt. En die 4,8% of wat dat gaat, dat staat dan uiteindelijk voor pak 30 miljard of 28 miljard, als ik het goed heb. Dus op alles in totaal 140 miljard, daar komen we niet mee toe. We hebben eigenlijk bijna 30 miljard meer nodig. En dan niet dit jaar, maar elk jaar. En elk jaar wordt die put dieper en dieper en dieper. Dus dat de rating van ons land dreigt naar beneden te gaan. Ik ben ervan verbaasd dat die eigenlijk nog niet slecht is. Want op dit moment, we hebben bijna 100% staatsschuld. Dat wil zeggen... Nee, meer, hè? 110 zit op dit moment volgens mij. 108, sorry. Ja, ik dacht net eronder. Ik denk dat we op de 16e slechtste plaats ter wereld staan of zoiets als land. Wat natuurlijk dramatisch is. Hè? En dat is wat die 50 experten, of die 30 experten, of hoeveel waren 50, mm-hmm. Wat dat zij becijferden is van, wij gaan binnen afzienlijke tijd... gaan we naar 300%, dat krijg jij nooit meer terugbetaald. Ja, in een bedrijf noemen ze dat een solvabiliteitsprobleem. Ik wil je even counteren daarop, want het is natuurlijk zo dat een stuk ideologie is, zegt men in de wedstrijd. Je hebt daar, Mark heeft hem genoemd, de PS, mm-hmm. waar je figuren hebt, zoals Thomas Darmin, die eigenlijk, ik mag toch gelden als de ideoloog of de cijferaar van zijn partij, die zegt, ja, die schulden zijn geen probleem. Ja. Dat is de new monetary theory, die eigenlijk, ja, zo is Thomas Piketty is daar bijvoorbeeld ook een aanhanger van. Je moet dat erkennen in de wedstrijd, en zeker aan Franstalige kant, leeft dat gewoon. Is dat eigenlijk helemaal geen... Jij framet het heel hard, denk ik, zoals je het als een bedrijfsleider ziet. Maar in de wedstrijd zit je met een andere realiteit. En daar moet je natuurlijk ook mee omgaan. Hè? Ook als Open VLD. Dan vraag ik me af, ja, hoe buig je zoiets nog om? Hè? Als je tegenpartij zegt, ja, maar het is geen probleem, die schuld. Meer geld uitgeven als je binnenkrijgt, is nooit een goed idee. We hebben de Maastricht-normen waar we niet aankomen. Hè. Daar mag het uiteindelijk maar 3% zijn, als ik het goed heb. Wat eigenlijk al niet goed is. Hè. Je mocht maar 3% van het BBP... Dat is het absolute maximum, normaal gezien. Absoluut maximum. Staatsschuld mag 60% zijn. We twijfelen erover, maar een heel stuk erboven in ieder geval. Dus ja, los van ideologie, de cijfers zijn niet goed. We hebben een gat in ons hand en de vraag is, hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen? En waar ik schrik voor heb, is van dat de realiteit ons gaat inhalen als staat.
We hebben technologie die zeer hard opkomt. Hè. En de vraag is van Dermagne bijvoorbeeld van de PS zegt van ja, maar er gaan meer mensen werken enzovoort en dat komt allemaal wel goed. Maar de vraag is, komt dat wel goed? Want op dit moment is de werkloosheidsgraad is redelijk laag, als ik het goed begrijp. Mm-hmm. We worden zeer zwaar belast en toch lukt het niet. Dus om dan vooruit te kijken en zeggen, ja, maar op een gegeven moment gaan we dan blijkbaar op een punt komen dat we dat allemaal gaan inhalen. Ja, ik geloof daar niet in. Ik denk eerder dat technologie nog een rol gaat spelen die we niet kunnen inschatten. Ik zou dat eigenlijk een beetje willen voor zijn. En eigenlijk zou voor mij een oproep moeten zijn van... Ja, zorg dat je niet meer uitgeeft als dat je binnenkrijgt. Integendeel, spaar een beetje, betaal een beetje terug. Gaat het één tegen alle doctrines die wij in ons land gekend hebben, denk ik. Sorry daarvoor. Ik wil even de figuur van Alexia Bertrand met jullie bespreken. Ze is nieuwkomer. Ik noemde daarnet al haar interview, dat ik zelf toch wel wat verrassend vond. Hoe schatten wij haar in? Ja, ze heeft daar in het begin eens een fameuze flater of steek laten vallen. Ze wist het tekort niet. Het tekort van de Belgische begroting niet correct te kunnen inschatten. Maar verder, eerlijk gezegd, het voordeel van de twijfel wat mij betreft. Ik vind het een zelfzekere dame. Mm-hmm. Ik vind dat ze haar publieke optredens, tenminste diegene die ik gezien heb, van de nodige assertiviteit getuigen. Ik vind haar een goede woordvoerder voor haar partij, ook binnen de regering. Ik denk dat ze bij Open VLD best wel gelukkig zijn dat ze haar hebben. Hoor ik ook. Eigenlijk zijn ze wel tevreden dat ze die vervanging gedaan hebben. Ze doet dat ook wel goed. En ze is uiteraard perfect tweetalig. Ze heeft ook een aura van deskundigheid. Dus wat mij betreft in ieder geval, so far so good. Kasper? Ja, ik vind vooral dat je merkt een soort rust... bij dat departement begroting, dat dan door heel de situatie rond Eva de Bleker daar echt wel een beetje te veel in de spotlight was gekomen om goed te zijn eigenlijk. En nu onder Bertrand zie je dat ze iets minder in de spotlight treedt, heel sereen haar aanpak doet en eigenlijk gewoon echt doet waarvoor ze binnengehaald is in de partij uiteindelijk. Alleen maar lof hier, Steven. Is dat bij jou ook? Ja, ik heb daar voorlopig niet te veel op aan te merken. Wait and see, we zullen zien wat ze doet. Ik hoop alleen dat zij er ook een beetje ambitie in brengt, want dat mag wel wat mij betreft. Ja, dat onderlijnt ze zelf wel, maar goed. Dus, ja, nu, je moet die ambitie ook wel temperen. Hè. Allee, zoals de politieke kaarten nu liggen, kan je niks fundamenteels doen aan die begroting. Klopt. Dat loopt gewoon vast, dat zie je zo. En er zal wat cosmetica gebruikt worden, maar er gaat niks fundamenteel veranderen op dit moment. Oké, goed. We gaan er even uit en na de pauze gaan we terug over het succes van de BBB in Nederland. Business AM, The Insiders. Welkom terug bij The Insiders. We zijn nog steeds met ons fantastisch panel, Steven Verbrugge, Mark Fauconnier en Kasper Goossens hier. We moeten het hebben over onze noorderburen. Een stevige verrassing, denk ik, toch wel vanuit het niets de grootste partij geworden, de BBB. Weet er iemand waarvoor dat staat, die BBB? De boerenburgerbeweging. Dank Borst, u, billen. Nee, Mark, het is een ander soort programma. Kasper, praat ons eens bij. Wat is er in Nederland gebeurd? Ja, afgelopen week waren het dus de provinciale statenverkiezingen. Dus Nederland kent een iets ander systeem dan bij ons, maar de provinciale statenverkiezingen zorgt eigenlijk dat een deel van de Eerste Kamer of de Senaat, dat die verkozen kunnen worden. Ja, daar gaat het deels om natuurlijk. Maar die Senaat of Eerste Kamer bij hun is wel iets machtiger dan bij ons, hè, want die kunnen echt wel wetgeving tegenhouden. Ja, voilà. En daaruit zie je nu eigenlijk, ja, na de verkiezingen, er werd al lang op voorhand gedacht, de BBB, de partij die dan echt opkomt voor de boeren, die ging wel sowieso groot worden. Maar al snel werd bekend van ja, die zijn eigenlijk gewoon de grootste en die hebben gewoon de verkiezingen gewonnen. Die hebben ook 17 van de 75 zetels kunnen invullen in de Senaat dan. En dat maakt wel dat de partij, die dan geleid wordt door Caroline van der Plas, dus de vrouw die de afgelopen 3 jaar constant als nummer 1 van de partij bijna werkte. Ze was het enige verkozen parlementslid volgens mij. Ja, die zat als enige voor de partij in heel de Tweede Kamer. Dat is een grappig beeld op zich, dat ze daar alleen zat. Ze reed met haar tractor naar haar eetaflegging, heb ik me laten vertellen, toch? Nee? Dat heb ik zelf niet gezien, maar dat is... Ja. Dat zou wel typisch zijn natuurlijk, dat zou er mooi bij passen bij het geheel. Want het enige echte grote speerpunt dat ze zelf naar voren voert als BBB zijn, is dat ze de boeren en de landbouw wil beschermen tegen heel die stikstofhijsa. Hetgeen dat we in België ook zien, maar in Nederland is dat nog wat strenger tegenover boeren. Zij is dan echt een voorstander om die boeren zoveel mogelijk gerust te laten op dat vlak. En was het een goede campagne? Het was een succesvolle campagne al sinds. En die was ook... ik heb het speciale
aangevraagd om ook af te spelen, maar die werd ook mee ondersteund door een fantastisch nummer van Caroline van der Plas, dus Sweet Caroline. De vraag is natuurlijk of Neil Diamond zo blij zou zijn. Ik moet wel zeggen, ik vond het wel een heel goed campagnenummer gekozen, want het is zoiets opzwepend, iets... volgens mij is het ook als scoren op OA Leuven spelen. OHL gebruikt ja, dat juist, ook, dat nummer, ja. Maar dat bracht ons ook bij de vraag van, ja, het is wel een enorm gepolijst figuur, heb ik de indruk. Want je las ook een aantal dingen dat eigenlijk heel haar campagne gelanceerd is door een communicatiebureau. Ja, de partij is opgericht eigenlijk vanuit een reclamebureau. Ja. Het bedrijf Remarkable, die op een gegeven moment gesprekken zijn aangegaan met Caroline van der Plas, als ik het goed heb. En die zelfs de nummer twee of zo is iemand in een ex-bestuurder van dat bureau. En een van de grote adverteerders bij dat bureau is Monsanto. En Bayer. Ja, voilà. Dus ja. Dan denk ik, ja, het is dan wel heel volks tussen aanhalingstekens, maar het is toch verdomd goed gemanipuleerd ook. Ja, dat is nu natuurlijk nog iets anders, om daar dan een complot in te gaan zien. Hè. Caroline heeft op Twitter er ook op gereageerd, ja. Hè, door het eigenlijk te zeggen... Is trouwens Caroline of Caroline? Ja, volgens mij in Nederlands zeggen Caroline. Caroline. Het is Caroline. Ja. Haar moeder is van Verenigd Koninkrijk. Ah, oké. Okay. Destijds had je het Radio Caroline. Ja, ja. In Holland. Juist. Dus Caroline heeft erop gereageerd, hè, om toch dat vermoeden even te ontkrachten. Maar ja, natuurlijk, in zo'n geval komt dat snel naar boven. Maar het feit dat het zo succesvol is, dat het vanuit een reclamebureau is, het populisme dat er is, maar zij is wel heel positief. Hè? De indruk ja, het is helemaal niet negatief. Hè? Het gaat altijd over de gewone man de stem opnieuw geven. Telkens opnieuw terug naar die gewone man en het ook gaan uitleggen. Dus het is een heel specifieke vorm van populisme, Mark. Ja, ik heb er wel respect voor. Ik vind dat het heel goed gedaan is. Het verondert me niet dat er een reclamebureau achter zit, eerlijk gezegd. Er is goed over nagedacht, over de positionering en de positieve toonzetting en zo. En allee, ik bedoel, het klinkt niet Geert Wilders-achtig of zo. Of hoe heet die andere people? Baudet-achtig, ja. Dat negativisme dat daar afstraalt, zo, en die complottheorieën en zo. Dat deelt ze niet, dat gevoel. Ik denk dat ze op een veel... ja, positievere manier in het leven staat en naar de politiek toe kijkt en dus minder, ja, ook wel proteststemmen zal recupereren, maar die dan toch wel omzet in een opbouwend verhaal. Dus ik heb eigenlijk wel heel veel respect voor, niet alleen voor de boodschap, want die is soms een beetje verzoeken, maar vooral naar de tone of voice, zoals we dat in ons vak noemen, die daar rond is opgezet, die positief is, dat campagnelied en zo, dat opzwepende. Ja. Dat is goed gebracht gewoon, dat is goede communicatie. Nu, goede communicatie moet uiteraard onderbouwd worden door een duurzame politieke visie die op termijn wordt uitgebouwd. En daar heb ik wel meer vragen bij, eerlijk gezegd. Je ziet ook wel in Nederland, het is een beetje een opeenvolging van... telkens opnieuw de held die van protestpartijen, ja. Pim Fortuyn, ja. Geert Wilders en Thierry Baudet. En nu weer Caroline, die misschien net iets sympathieker oogt. En ook gelukkig maar een vrouw is. Dus de vraag is in welke mate dat volgende verkiezingen gaat overleven. Daar heb ik persoonlijk wel wat meer bedenkingen rond. Het is altijd een beetje kanaliseren van ongenoegen. Want ik denk ook niet dat je ervan uit kan gaan dat één op één een boerenpartij is. Nee. Ik las ergens... dat slechts 1 op 3 van de BBB-stemmers echt op platteland woont. Ja, uiteraard, dus... volgens mij, demografisch klopt het niet, dat verhaal. Het is helemaal niet zo dat ze zeggen, we gaan enkel die boeren aanboren, want dan haal je dat niet. Hè. Er zit veel meer achter. Maar ik vond het heel interessant wat je zegt, dat er eigenlijk is een positionering die atypisch is. Het gaat over een protestpartij toch wel, of een ongenoegen, zoals we dat dan noemen, ongenoegenpartij. Maar heel de campagne is eigenlijk heel positief opgebouwd. Ik weet niet of ik daar te ver in ga, maar ik vond de parallel met Trump eigenlijk wel treffend, in die zin dat je mag zeggen over Donald Trump wat je wilt, maar die campagne zelf was eigenlijk ook bij momenten heel positief, heel leuk gewoon. Ja, ik zie jullie kijken, maar Trump, zijn speeches zijn giftig, zijn soms negatief, maar er zat ook een heel fel aspect in van entertainment, van opzwepen, wat wij dan misschien soms zelfs ridicuul vinden, hè, maar dat, er zit iets in en dat mis ik denk ik wel soms bij die Vlaamse partij. Ik zie geen één partij
die dat eigenlijk aanbiedt, een soort funfactor op dit moment. Dat klopt helemaal wat je daar zegt. Ik vind dat heel essentieel, dat ongenoegen zowel langs links als langs rechterkant eigenlijk gekanaliseerd wordt naar veel zurigheid zo. Mm-hmm. En naar ongenoegen en ontevredenheid en mondhoeken die constant naar beneden staan. Zo. Maar dat je eigenlijk weinig tegendraadse vrolijkheid hebt. Dat bestaat in Vlaanderen niet eigenlijk. En dat is, Jean-Pierre van Rossum zal de laatste geweest zijn. Ja, ik zat er aan te denken. Nee. Wie zei je? Rousseau. Con Rousseau? Ja, toch ergens. Toch positief. Ja, maar capteert Rousseau ergens de protesten op dit moment? Nee, dat absoluut, weet ik niet, hè? Absoluut niet. Maar hij pakt het wel op een andere manier aan. Toch iets minder de serieus en meer de fun erin brengt. Dat vind ik dan weer wel. Ja, vanmorgen heeft hij een filmpje gemaakt over het afscheid van Frank de Bozer. Ik weet niet of iemand van jullie het gezien heeft. Dat was heel grappig eigenlijk. Maar dat gaat dan, die boodschap zit er heel hard in. Ik moest eerlijk gezegd een klein beetje wel denken aan Jean-Marie Dekker. Toen Jean-Marie Dekker met zijn lijst De Dekker zich lanceerde, was het ook wel rebels, een beetje in de traditie van Jean-Pierre van Rossum. Maar vandaag, en daarom dat ik het even de vraag aan jullie stelde, en meteen bood Jean-Marie Dekker zichzelf aan na de overwinning van BBB in verschillende kranten gezien van, ik denk toch nog eens op hij rook meteen zijn kans zo. Hij zou hier nog eens op de markt te zetten. Zien jullie daar iets in? Heeft dat de kans op slagen? Wel, het is duidelijk dat er ruimte is voor protesten hebben in België. Hè? Dus, Maar dan vraag ik me af, opnieuw dezelfde man. Ik twijfel. Nee, Mark? Nee. Totaal niet. Ik geloof daar echt niet in. Ik denk niet dat het figuur plakt op het dossier ook niet. Ik denk dat hij gewoon weer een soort van poortje ontdekt heeft om zijn politieke ambities te ventileren. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat hij nog aan een politiek reveil toe is. Daarvoor is de man ook wat te oud en te zuur geworden, denk ik. Voor mij, De Dekker is niet iemand die positief staat, hoor. Dus het is toch een negatief verhaal. Hij is af en toe wel eens grappig, hoor. Maar, dat wel, ja. Nee, maar het klopt wel. Er is daar een leemte in die eigenlijk in Vlaanderen niet wordt ingevuld. Wel, het zit vast, hè. Dat zit vast bij het Vlaamse Belang. En zolang dat ze dat cordon gaan houden, gaat dat daar vast blijven zitten, volgens mij. Ik denk, N-VA heeft daar even van kunnen profiteren. De vraag is, we zullen volgend jaar zien, hè, hoeveel dat er nog van overschiet. Maar die BBB-overwinning, denk ik, duidt toch wel op een wat je in Nederland goed omschrijft, is de ene persoon aan de andere. Maar op zich is dat een reservoir als je het optelt. Want uiteraard, Geert Wilders en Thierry Baudet blijven nog bestaan. Die zitten tussen de 35-40%. Dat blijft toch wel ongelooflijk, hoeveel dat daar te rapen valt dan. Ja, maar ik denk dat er heel veel mensen ook in Vlaanderen, in België, dat die ook niet meer weten, de traditionele partij, wat moet ik nu kiezen? En het is toch allemaal hetzelfde, een beetje politieke moeheid ook, een beetje uitzichtloos. Een nieuw fris verhaal dat daar komt, is denk ik altijd welkom. Alleen het probleem in België, wij zitten met die kiesdrempel. Dus het is helemaal niet zo simpel om iets nieuw verhaal te doen. En nog iets anders dat je niet mag vergeten, is partijfinanciering. Hè? Begin maar van nul in België. Hè? We moeten er straks weer even uit, maar ik wil nog één vraag. Die jullie, dus je hebt even tijd om erover na te denken. CD&V zit uiteraard ook op die boeren. Heeft eigenlijk met het stikstofdossier daar een stuk gecapteerd. Sammy Meri was ook heel enthousiast over die overwinning van de BBB. Zien jullie die link? Zien jullie dat potentieel voor CD&V, ja of nee? Dat gaan we na de pauze beantwoorden. Tot zo dadelijk. Business AM, The Insiders. Welkom terug, het laatste deel van onze wekelijkse afspraak. We hadden het eigenlijk over de BBB-succes in Nederland, hè, dat ongenoegen dat ze capteren, een beetje van op het platteland, maar ook eigenlijk een positieve positionering, of zelfs een stukje humoristische positionering erin. De vraag aan het panel was eigenlijk heel simpel, zien jullie dat voor CD&V herhaalbaar? Kunnen zij daaruit putten om hetzelfde te gaan doen bij ons? Ja, een klein beetje opportunistisch ook wel, vind ik. Hè. Van de boeren, wij de boeren. Dus we linken ons meteen aan die overwinningen, niet eens achter de boodschap. De vraag is, zijn die boeren, is dat nu een excuus voor inderdaad de third way, zal ik maar bijna zeggen. Hè. Van niet links, niet rechts, maar we kiezen iets anders. Mm-hmm. Of is er meer aan de hand en is dat dan typisch Nederlands? Of leeft dat ook zo in België? Ik weet toch niet of het helemaal vergelijkbaar is, maar ik kan mij vergissen. Mark? Ja, ik denk dat hoop van CD&V om daar een beetje van te profiteren van dat BBB-effect,
een beetje utopisch is. Allee, in die zin dat, dat BBB eigenlijk een protestpartij is, hè. Laten we daar duidelijk over zijn, waarvan het stikstofdossier maar een stukje vormt. Als ze zoveel stemmen krijgen in Friesland en zo, over de 30%, dat heeft dan uiteraard wel iets met de boeren te maken. Maar ik zei het daarnet al, slechts 1 op 3 BBB-stemmer woont op het platteland. Dat is dus echt een protestpartij die alle mogelijke vormen van ongenoegen naar zich toetrekt. En ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat CD&V in die stoel kan terechtkomen als regeringspartij, om te beginnen een partij die al historisch altijd al voor goed bestuur gestaan heeft. Kan ik me echt niet indenken dat ze dat ongenoegen gaan kunnen capteren, zeker in een boerengemeenschap die in Vlaanderen nog kleiner is dan in Nederland. Dus wat mij betreft is dat ijdele hoop. Ja. Nu, als we het over dat ongenoegen hebben, dat de protest voor een deel, hè, dan kom je heel snel ook bij die discussies rond woke. Iemand van jullie al het nieuwe boek van Bart De Wever gelezen ondertussen? Nee, helaas. Ik moet ook schuldig zijn. Ook nee, maar helaas niet. Niet helaas. Ik begin er niet aan. Ik bedoel helaas voor deze podcast. ik ben eraan begonnen. Ik beken me, ik ben er nog niet doorgeraakt. Maar hoe kijken we naar die woke-discussie? Zit daar eenzelfde potentieel aan ongenoegen dat je kan capteren? Het is toch duidelijk dat de N-VA daar voor een deel op mikt met dat nieuwe boek van Bart De Wever om die flank af te dekken? Of ben ik dan te cynisch? Ik denk niet dat dat te zien is. Dus ik denk dat zeer bewust, een zeer bewuste strategie is. Ja. En zie je ze succesvol eindigen? Ik denk wel dat het. Ik denk wel dat hij daar zijn voordeel mee gaat doen. Ja. Goh, ik vind dat bijzonder moeilijk te voorspellen. Allee, ik zie geen enkele verkiezing waar, tot op heden, waar woke een belangrijke rol gespeeld heeft. Ik weet niet wat het electoraal potentieel daarvan is. Ik denk dat sowieso voor 80% van de mensen dat een non-issue is en dat er misschien wel wat rechtsintellectueel conservatief publiek daarvoor vatbaar is. Maar het is toch ook maar een segmentje. Ik ben al blij, eerlijk gezegd, dat hem die discussie een beetje naar zich heeft toegetrokken en niet overlaat aan het Vlaamse Belang, want dat had ook gekund. Het plakt minstens even goed aan het Vlaamse Belang dan aan de N-VA. Dus juist, maar daarom denk ik, het is heel bewust dat hij zich daarop gaat positioneren, omdat hij zegt, ik ga het niet laten aan extreemrechts. En dan zie je eigenlijk dat ze dan in een partij te stuk doortrekken. Plots wordt in de Arenberg een discussie over foto's en schilderijen dan dat is ook nieuws. Niet toevallig, die timing. Dat is, nee, dat geloof is het, je, ja. Het eerste. Ja, nee, ik ben niet echt samenzweerderig of zo, maar het is eigenlijk het eerste bewijs van het boek van Bart De Wever, hoe dat we dat in de praktijk gaan omzetten en in mijn eigen stad even ga proberen hard te maken. Zo. Zij zal het boek gelezen hebben, vermoed ik, de Schepen van Cultuur. Een samenvatting. Sorry. Maar het is daarmee dat ik denk dat er wel iets zit, hè, van effectief. Hij probeert toch een beetje daar richting het Vlaams Belang te gaan en te gaan kijken. Echte mensen die de boek niet lezen, maar die wel van woke het idee hebben van wij mogen toch niks meer en tegenwoordig moet alles en we kunnen niet meer op onze waarden en CLA. Dat is wat dat zij zonder dat boek te lezen gaan denken en dat gaan ze wel associëren met Bart De Wever. Mm-hmm. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat het boek zeer genuanceerd gaat zijn. Maar dat is niet wat er blijft plakken, natuurlijk. Nee, maar dat viel dan ook wel op in alle mediaoptredens en zelfs in de grote krantenrecensies van dan toch wel eerder de kranten die aan de andere kant zouden kunnen staan van het spectrum, zag je dat er veel lof was voor het intellectuele werk van De Wever. Dat pakt hij dan toch ook altijd weer handig mee om zich daar net wat boven de middelen te zetten. Dat kan hem, hè. Ja. Dat kan hem, maar om de link met Arenberg te maken, ik vind dat eigenlijk jammer dat dat een woke-discussie wordt. Ik vind dat, voor mij staat er heel weinig mee te maken. Dat is Luc Lemmens, denk ik, die de kat de bel heeft aangebonden. Dat is een provincieraadslid van CD&V. Ja, van N-VA. En dan denk ik, ja, Arenberg, hè, de kracht van verandering zien we dan een keer in de praktijk. Hè. Maar wat heeft dat nu... Allee, voor mij is dat geen woke-discussie. Hè. We hebben daar even wat schilderijen met foto's veranderd. Ik weet ook niet, was dat voor eeuwig bedoeld of is dat tijdelijk enzovoort. Ik zit van, waarom moet dit nu een woke-discussie... Waarom is dat nu een keuze tegen, hè, hoe dat zij het zeggen, mensen die een zeer belangrijke rol gespeeld hebben in de Antwerpse geschiedenis? Voor mij hangt dat niet precies. Nou, de waarheid zit in het oog van diegene die kijkt, natuurlijk. Hè. En in dit geval heeft
N-VA, het burgemeesterschap in Antwerpen er zelf een issue van gemaakt. Hè, op de schepen. Absoluut. Dus, weet je, wat mij daar vooral in opvalt, dat is dat, ja, dat statementgedoe. Het is een zorgvuldig opgebouwd verhaal, vertrekt van een soort van groot intellectuele context die door Mark Elgardus is geschetst, die vervolgens ingevuld wordt door een boek van Bart de Wever en die dan in de praktijk is benamen. Schoolboekjes, hoor. En dan uiteindelijk in de praktijk... Ja, maar Mark, ik moet toch eerlijk toegeven dat die laatste stap dan, die ingevuld werd door de schepen zelf, Nabila El Aoud, denk ik, ik heb ze gehoord op de radio, ik vond dat geen sterke communicatie. Dan, ik weet niet of jullie het interview gehoord hebben, dan, die was een beetje aan het zwemmen. Maar communicatie rond het stadsdichterschap was ook al niet heel sterk. Hè? Dus dan denk ik, als het zo bewust is, waarom laat je het dan daar omdat hij het natuurlijk niet zelf wil zeggen, hè? Want anders zou het natuurlijk net iets te veel opvallen als een bewijs van zijn boekjes op. Dus, en zij is toevallig natuurlijk ook de schepen van cultuur, dus zij heeft daar wel het recht van spreken. Maar het, wat mij betreft, illustreert het vooral een beetje de armtierigheid van het politieke debat en het onvermogen om naar elkaar te luisteren en de statements te poneren, de ene tegen de anderen. En ik vind dat, dat de culturele gemeenschap nog rustig gereageerd heeft eigenlijk. Ze happen eigenlijk niet, want ze weten. Maar als je hapt eigenlijk, dan polariseer je verder en dan wordt de discussie alleen maar heviger. Dus ik denk dat je dat beter wat in stilte probeert op te lossen dan het op de spits te drijven. Yes. We worden er niet echt vrolijk van. En dan hadden we nog een laatste onderwerp deze week dat eigenlijk telkens terugkomt ondertussen. Dat is de Kamer. De affaire daar blijft aanslepen over de vergoedingen. Casper, wat is er vorige week nog gebeurd in heel het gedoe? Wel, de Kamer heeft vorige week twee juridische adviezen gevraagd aan twee advocatenbureaus om eigenlijk te toetsen van ja, is die extra vergoeding voor dan ex-medewerkers, ook ex-voorzitters van het parlement, meer bepaald Herman de Croo en Siegfried Bracke, is die vergoeding nu eigenlijk legaal of illegaal? Daar was echt heel veel discussie over, ze konden er niet echt aan uit. En beide juridische adviezen geven nu eigenlijk aan van ja, die is gewoon illegaal, want het orgaan dat die destijds heeft toegekend, was daar helemaal niet voor bevoegd. Mm-hmm. En dus, ze moeten terugbetalen? Ja, voilà, ze moeten terugbetalen. Voor Herman de Croo is het gelukkig op tijd, want die had al laten weten dat hij zijn €125.000 ging wegschenken aan het goede doel. Hij heeft dat gelukkig op tijd nog kunnen tegenhouden, anders was hij €125.000 uit eigen zak kwijt. Maar hij had kunnen aftrekken van de belasting. Ja, dat dan wel weer natuurlijk. En Siegfried Bracke die had eigenlijk voor het rond was het juridisch advies, had eigenlijk heel breed en lang uitgesmeerd dat hij het niet van plan was om terug te gaan betalen. In Doorbraak onder andere stond het heel lang. En die heeft eigenlijk relatief rustig gereageerd op het nieuws dat het illegaal was. Eigenlijk bijna niet. Hij heeft wel laten weten dat hij heeft graag extra juridisch advies. Hij gaat procederen. Hij gaat procederen. Dus het wordt sowieso nog een zaak die... Ja, te veel aandacht gaan krijgen dan eigenlijk zou moeten bijna. Ja, teruggaan naar de begrotingsdiscussie. Ja, dat hoort er allemaal deel van. Hè. Hoe komt dat en hoe kan dat? Ik veronderstel dat Bracke niet de overschrijving op zijn eigen rekening gedaan heeft. Dus uiteindelijk is daar toch ergens een systeem dat mogelijk maakt. Ja. En hoeveel van die systemen zijn er zo? Hè? Dat is toch maar raar, hè? Toch, dat uitkomt, dat niet duidelijk is, dat er geen goede wetgeving rond is dan blijkbaar. Niemand wordt daar beter van. Hè? Absoluut. Dus het hele politieke bedrijf. Ik denk ook dat geen enkele politieke partij op PvdA misschien na dat gaat kunnen recupereren. Zijn bezig. Niemand wordt daar beter van. En je wordt er eigenlijk een beetje droevig rond. Maar anderzijds troost ik mij dan weer met de gedachte, dit is er weer eentje dat aan het licht gekomen is, aan de oppervlakte is gekomen. Er zijn er ongetwijfeld nog wel meer die in de toekomst aan de oppervlakte komen. En ik hoop, zoals ik hier vorige keer ook al gezegd heb, dat er een generatie jonge politici opstaat die eens een goede audit doet van de uitgaven, de politieke uitgaven, de uitgaven naar politici, trouwens ook naar politieke partijen, want dat dossier zit ook muurvast rond die uitgaven voor politieke partijen, die kleine nieuwe partijen echt de strot toeknijpt en het moeilijk maakt om op de politieke markt te komen. Dus er zijn best nog wel wat varkentjes te wassen. En ik kijk dan echt richting jonge parlementairen, dat ze daar terug hoop geven in de politiek.
dat ze de mensen terug perspectief geven wat dat betreft. Ja, in die zin heeft Christophe Calvo, denk ik wel, de juiste snaar geraakt opnieuw. Dat hij in twee voorstellen van morgen, die eigenlijk heel simpel zijn. Hè. Eén gaat over de onkostenvergoeding. Ik denk, als jullie onkostenvergoeding toekennen aan uzelf of aan uw werknemers, dat is maximum 300, 350 euro per maand. Meer kan je gewoon niet. Het parlement werkt met 2400 euro onkostenvergoeding. Dat is op zich al waanzin. En een tweede zaak zijn die uitkeringsvergoedingen. Elke normale mens is gewoon werkloos als hij geen job meer heeft. En voor Kamerleden is dat dan de volle pot. Dus twee heel pijnlijke zaken. Ja, er is een theorie achter. Hè. Het idee is van, we willen dat iedereen zichzelf verkiesbaar kan stellen, dus je moet nadien... Dat beschermen. Ja, ja. Voilà. Ja. Maar in de praktijk, beroepspolitici... Ja, het is toch pijnlijk als je dan telkens dat ziet naar boven komen, het louterend effect waar Mark het over heeft. Ik zie het nog niet meteen. Maar goed, wij leven bij hoop en daarmee gaan we moeten afronden. Ik wil mijn panelleden heel hard bedanken. Steven Verbrugge, Mark Fouconnier en Casper Goossens. Tot volgende week. Business AM, The Insiders.